Nou, ik denk dat wij met Waterland erin geslaagd zijn om in een korte tijd alle spelers in het veld die zich met het hulpverlening op het water zouden moeten bemoeien, geïnteresseerd hebben voor het plan. De tweede hebben ze alle meegedacht over hoe dat het meest praktische en meest logische kon worden ingebed in bestaande structuren. Dus niet iets nieuws bedacht, maar passend in wat we allemaal al aan het voorbereiden zijn. Het belangrijkste van Waterrand voor de brandweer, maar ook voor de NVBR als brancheorganisatie, is dat Waterrand streeft naar een unitaire doctrine op het water. Het is van belang dat de landgeoriënteerde brandweer, hè, want daar ligt het grootste werkveld, dat die ook het gevoel krijgt en zijn expertise kwijt kan op het water en er ook op getraind en geoefend is. Het belangrijkste verdienste voor de GOR vanuit Waterrand is het inzicht dat als we echt grootschalig optreden, geneeskundig, dat doen we aan de kant. Kleinschalig optreden kan ook op het water, maar dan wel met een aantal goede waarborgen voor de veiligheid. De belangrijkste verdienste van Waterrand voor haven Amsterdam is niet alleen voor haven Amsterdam, maar het geldt voor de hele regio rondom het Noordzeekanaalgebied, waarin wij met drie veiligheidsregio's nauw met elkaar samenwerken, is dat wij expertise vanuit Waterrand in hebben kunnen brengen in ons interregionaal coördinatieplan. En voor Waterrand is het denk ik belangrijk dat we ervaring die we op hebben gedaan binnen ons interregionaal coördinatieplan heel goed hebben kunnen inbrengen in Waterrand. En dan gaat het met name om een stukje bestuurlijke samenwerking. Voor de Unie van Waterschappen is van belang dat naast de aandacht van de waterschappen voor de normale crisis die er zich kunnen voordoen, zoals hoogwater en waterverontreiniging, nu ook het belang van crisis op het water onder de aandacht van de Unie en daardoor bij de waterschappen wordt gebracht. Hier is de jongste teller in de Nederlandse familie van veiligheid en rampbestrijding. En als we nu een slag gemaakt hebben, een slag op het gebied van veiligheid, dat we kunnen zeggen 1 en 1 is niet 2, maar 1 en 1 is 3. Nou, het allerbelangrijkste resultaat van Waterrand is de bewustwording. Bewustwording bij alle partijen dat incidentbestrijding op het water verbeterd moet worden. En dat de samenwerking op vele onderdelen veel beter kan. Bewustwording is lastig meetbaar. Een meetbaar resultaat is dat we op dit moment in 4 watergebieden bezig zijn met de implementatie van de resultaten van Waterrand. Dus dat is een zeer goed resultaat. Ik vond het een heel bijzondere samenwerking. Je zit daar met mensen van allerlei achtergrond, met hun eigen referentie, met hun eigen manier van werken. En het was toch heel boeiend om te zien dat in dat project die mensen geleidelijk aan een soort gemeenschappelijke kader kregen van waaruit ze de problemen benaderden. En dat is redelijk uniek. Nou, de samenwerking die vind ik gewoon geweldig. Als je kijkt dat Rijkswaterstaat zelf al meer dan 200 jaar oud is en zo lang op het water zit. En dat we dan samen met de andere partners, voornamelijk rampbestrijders en andere belanghebbenden, elkaar hebben gevonden op en langs het water. En dat we van begin af aan, nu zo ruim 2 jaar, aan het project hebben gewerkt. Altijd in respect is geweest. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik waardevol. Uitstekend. We hadden een projectmedewerker en die was niet alleen bij ons project betrokken, maar ook bij andere watergebieden. Dus daarmee was de link goed gelegd dat zo'n incidentbestrijdingsplan in alle watergebieden ongeveer hetzelfde wordt. En dat is wel lekker natuurlijk voor de partners die in al die watergebieden activiteiten verrichten. De samenwerking binnen Waterrand is uitermate goed verlopen. Vooral omdat er heel veel verschillende partijen betrokken zijn, zoals gebruikelijk in de incidentbestrijding op het water. Dat is hier in Rotterdam wel wat beter georganiseerd, denk ik, wat rechtlijniger vanuit een historisch besef. Maar ik denk ook dat het element van brandweermensen of hulpverleners die met de rug naar het water staan, door Waterrand juist naar de juiste richting worden getrokken. Dus richting het water gaan kijken. Hoe hebben zij de zaken georganiseerd? En een van de belangrijkste dingen is dat er veel partners meedoen aan Waterrand. En ook de partners en de mensen waar je normaal niet zoveel zaken mee doet, maar die toch erg belangrijk zijn voor de incidentbestrijding op het water. En daarmee is Waterrand wat mij betreft in de voorbereiding en in de samenwerking een zeer geslaagd project. Het gaat natuurlijk helemaal niet om de plannen en het handboek in de kas. Het gaat uiteindelijk om dat de mensen ermee gaan werken. Waar ik heel trots op ben, is dat er in 4 gebieden, en dat zijn veel meer veiligheidsregio's, door de mensen zelf nu gewerkt wordt om het gedachtegoed van Waterrand te implementeren. We hebben gewoon van onderop de know-how verzameld en niet van bovenaf dat neergelegd en een papieren verhaal gemaakt. Nee, het wordt gedragen door alle hulpverleningsinstanties.
die bij waterrampen betrokken zouden moeten zijn. En dat is echt het unieke in Waterland. En dat moeten we houden en dat is iets wat, ja, een voorbeeldproject voor Nederland. En we zijn trots op dat we dit gedaan hebben. En daarom moet er gestemd worden op Waterland.